vroeg en koud en dan ja, een warm onthaal door Andy. Jij gaat lekker meelopen. Vandaag op bezoek bij Toon van Rens en Marieke Klaasens. Familie van elkaar, oom en nichtje die op een hele bijzondere manier deze fantastische familieboerderij runnen. Nou, we gaan naar binnen. Ik vind het veel te koud. Kom. Stadslaars uit, klompen aan en natuurlijk de overal. En dan gaan we even kijken of we Toon kunnen vinden. Toon! Ja? Hallo! Ik ben benieuwd hoe ze op ons gaan reageren. Oh, ja. Zijn ze bezoek gewend? Die zijn veel gewend, omdat wij hier met de hulpboeren werken. En die een loopt er op een vaartje door en de andere langzaam. En die met een rode en die met een blauwe overal. Dus die zijn wel wat gewend. Hey, dit noem je een volière, hè? Dit is een volière. Dus dat is onder de categorie scharrel. Maar dan is dit volière. En dat betekent in feite dat je hier een paar etage in hebt om de oppervlakte te vergroten. Dus onder het scharrelgedeelte, daar slapen ze, boven slapen ze. En achter gordijntjes, die zitten nu ook vol, daar zitten ze te leggen. Ik denk ja. De hele tijd dat er een ei op mijn hoofd kan vallen. Nou, er kan hooguit een keer een kutter op je hoofd vallen. Ah. Iedere afdeling telt hoeveel? 6000. 6000 en dat, tenminste daar om de buurt. En totaal vanwege, hebben jullie de 35.000. Hoeveel eieren nu, per dag? Nu is de productie hier 97%. Dus iedere 100 kippen 97 eieren. Maar dat is wel extreem hoog. Wat heb je nou met kippen? Ik bedoel, waarom heb je geen varkens of waarom heb je geen koeien? Waarom heb jij kippen? Ja, ik denk dat het een stuk is omdat op het bedrijf vroeger kippen hoofdmoot gehad hebben. En je daardoor ook de interesse gekregen hebt. En mijn ouders waren slim genoeg vroeger om een paar kippen die je als zieke kippen eruit haalde, dat deden ze toen nog. Die zetten je buiten apart en dan kreeg ik die. En zo heb ik mijn zakgeld verdiend vroeger. Wat verband heb je dan met jouw kippen? Ik bedoel, wat betekent dat dan voor je? Ja, wat verband heb je? Het is niet zo dat je, ik zeg dat tegen de jongens wel zo, dat is Nelletje en dat is Trusje. Maar dat is niet zo. Het is een prachtgezicht om die gedragingen van de dieren te zien. En om ook zo'n koppel te volgen. Hoe ze in de prestatie is van hoe ze begint. Die eerste, als je ze met 17 weken krijgt, die laatste veren zich ontwikkelen. Die eerste eieren komen, dan hoe je ze gestuurd krijgt. Dat ze inderdaad de eieren op de plek leggen waar ze moeten leggen. En dat is toch best veel sturen met het licht. En heel dikwijls die grondeieren oprapen. Die eerste weken, ieder uur door die stal. En als ze dat kennen zoals nu, dan kun je dat op 2 of 3 keer per dag terugbrengen. Marieke, ik heb net met je oom in het hok gelopen. Ja. En me uitgelegd hoe dat gaat. Daar kon ik me in eerste instantie helemaal niks bij voorstellen. Jij komt hier al als jong meisje, hè? Ja, klopt. Ja. Jullie woonden aan de overkant? Ja, in straat verder. Dus, nog geen 5 minuten lopen, zeg maar. 2 minuten. En wat kwam je hier dan doen? Achterom mijn toon aan lopen, zei ik. Hè. Als ik een dag vrij had, vroeg mijn moeder van, god, wat ga je doen vandaag? Dan zei ik, achterom mijn toon aan lopen. En dat deed ik dan. En ja, als ik dan weer iets gedaan had, wat ik vond dat ik hard gewerkt had, dan zei ik, goed gedaan, denk je. En dan had ik weer enorm zelfvertrouwen van. Had je dat zo nodig, die zelfbevestiging? Ja, ik had best wel last van faalangst en ik had niet zoveel zelfvertrouwen omdat ik dyslexie heb. En als ik dan hier maar genoeg complimenten van mijn oom kreeg, dan kon ik er weer even tegen. Ja. Dat is toch bijzonder? Ja. Marieke besloot na de MAVO de opleiding zetverpleging te volgen en schreef in 1996 haar scriptie over werken met mensen met een verstandelijke beperking op de boerderij. En zo werd Zorgboerderij Wieners geboren. Is dat hele idee, want je bent een pionier geweest uiteindelijk, niet een beetje meegegeven door hoe de familie bij jullie thuis met elkaar omging? Jouw oma die al dementerende de eieren bleef rapen, toch? Ja, misschien onbewust wel. Mijn oma die was inderdaad aan het dementeren en mijn oom en tante zei van ja, die hoeft niet meer te gaan eieren rapen, want ze worden oud, laat ze maar fijn bij opa binnen.
Maar ja, mijn oma ging toen op een gegeven moment alle kasten leeg zitten halen, elke dag opnieuw. En mijn opa, mijn oma, ja, omdat ze niet meer wist wat ze moest gaan doen. En dat was een taakje wat ze dan deed. En mijn opa liep er de hele dag achteraan. Niet doen, niet doen, laat me liggen, dat ligt er goed, laat me liggen. En ja, en mijn opa werd er heel onrustig van en mijn oma ook. Dat mijn moeder op een gegeven moment zei van, ja, jullie kunnen me allemaal wel veel zeggen, maar ik neem ze toch mee naar het eierlokaal. Okay, ja. En dan kan ze mee eieren rapen. En dan deed ze eigenlijk dit, de hele dag. De hele dag. En dan zag ze een vies ei eruit. En dan zei ze, niet scherremoeder, zou je als een toen wel zeggen. En dat zei ze dan elke dag. Misschien wat dan, zei ze? Niet scherremoeder, zou je als een toen wel zeggen. Maar ik doe je lekker toch. Ja, en dan haalden ze dat vieze eieren uit. Wat is jouw taak nou? Het is eieren rapen. Eieren rapen, maar je hebt dikke eieren en je hebt kleinere eieren. Ja. Wat is er met die dikke eieren? Wordt apart gehouden. Apart gehouden? Ja, goed hoor. Hoeveel dagen doe je dit? 5 dagen. Je bent een fulltimer. Ja. 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 Wat vind je er zo leuk aan, Sjoerd? Alles. Alles? Ja? Ja. Je doet de eieren rapen, wat doe je nog meer? Kipstal werken. In de? Kippenstal. Kippenstal werken? Ja. En? Ja, alles even. Nou, ik heb gehoord dat jij ook een Wieners tractorrijbewijs hebt. Ja, klopt. Ondertekend door de burgemeester. En dan niet bij me. Ja. Heb je het niet bij je? Nee. Ik had het graag willen zien. Ja. Maar je mag dus op de tractor. Ja. Onbegeleidend, hè? Onder begeleiding. Ja. Ja. En wat vind jij nou eigenlijk van oom Toon? Ja, aardig. Aardig is het, ja? Heb je veel van hem geleerd? Jawel. Ja? De boeren zetten elke morgen de dieren buiten, met de begeleiding erbij. En dan 's middags dan zetten de hulpboeren de dieren ook weer binnen. En elke keer dat ze naar de buiten lopen, moet er wel iemand van de begeleiding meelopen. Omdat het dieren zijn, moeten ze toch extra voorzichtig voor zijn. En 's middags dan komen de belevingsboeren altijd kijken. Dan gaan de hulpboeren eerst snap, ik kan het niet eens meer volgen. Je hebt hulpboeren en je hebt belevingsboeren. Ja. Wat is dan het verschil? De hulpboeren, de naam zegt het al, die komen helpen op de boerderij. Dat zijn mensen met een verstandelijke beperking die nog wel echt wat kunnen werken. En de belevingsboeren, de naam zegt het ook, die komen om de dag te beleven. En die hebben ja, dat niveau, of die hebben een lichamelijke beperking erbij, waardoor ze niet het echte werk kunnen doen op de boerderij. Maar ze gaan wel naar het werk en ze doen ook activiteiten die boerderijgebonden zijn. Maar ja, dus op een iets ander niveau werken. Dit heb je als raar hebben jullie, hè, met je man Robert, ja. Die opeens van accountant kokkie is geworden. Niet onverdienstelijk, we zullen het straks gaan proeven. Maar dit heb je als laatste bijgebouwd. En wat weer zo mooi is, al dat licht, al die ramen. Je ziet het hele leven van, als je binnen zit, wat er buiten gebeurt. Ja, dat was ook de bedoeling. Hier hebben we rondom die leefruimte, zeg maar, allemaal ramen. Zodat mensen die niet veel buiten komen. Dus je hebt hier ook mensen die ja, niet zelf veel naar buiten gaan. Dat ze toch met buiten het contact heel veel hebben. Want daar gebeurt het. Daar ligt de kippenboerderij en daar lopen mensen rond met dieren. En er zijn mensen die best wel veel begeleiding en sturing nodig hebben. Waar echt wel iemand kort bij moet blijven. Maar er zijn ook mensen die, ja, niet echt een taakje krijgen, maar gewoon kunnen genieten en buiten een rondje kunnen gaan maken alleen. Ik zag je net al eerst een megabak met uien doen en nu al die kippen. Ja, wat een productie. Heerlijk toch? Ik ben blij dat ik het weer kan. Hoezo dat je het weer kan? Ik heb in coma gelegen, dus wat dat betreft ben je toch hartstikke blij als je weer iets kunt doen. Je hebt nog een aparte manier om dat te vertellen. Dat is helemaal niet erg. Maar hoe kwam dat dan? Hersenbloeding en een infarct eroverheen, dubbel op. En wanneer, hoe lang is dat geleden? Dat is een goede dag, dat zou ik nog niet kunnen zeggen. Dat kan je niet meer, dat weet je niet meer. Nee, weet ik niet meer. En hoe dat nou precies is, dat kan ik ook niet vertellen, ik wil niet meer van horen zeggen. Dus op een dag zat je weer hier? Ja, hier is hartstikke goed, meid. Als je ooit wat krijgt, moet je hier komen. Wel een indicatie hebben, want anders kan dat krijg je niet betaald, hè?
De drie kinderen van Marieke en Roberto zitten iedere middag gezellig aan de grote tafel. Ze weten precies wat er allemaal op de boerderij gebeurt. Renske, was het op school? Ging wel. Het ging wel. Ja, had je maar weer zo'n spreekwoord als de laatste keer. Ja. Ja, waar had je je spreekwoord over gehouden? Verstandelijke beperking. Wat een moeilijk woord eigenlijk. Hè? Echt een moeilijk woord voor zo ontzettend veel leuke mensen. Hè? Want iedere dag zijn er mensen met een verstandelijke beperking bij jullie op de boerderij. Ja. Ik heb een foto met Ome Toon. En met mama natuurlijk, met Marieke erop. En met jouw grootvader, oftewel jouw vader Toon. Nou, hij heeft dit allemaal gevolgd, hè? Je zei, hij heeft een soort van tweede leven weer gekregen. Zo leuk vond hij het. Nu heeft hij, hij kan alles zien vanuit de hemel. Hij kijkt op jullie neer. En wat zou hij nou tegen jou zeggen, Marieke? Ja, ik denk dat hij niet veel zou zeggen. Of dat hij het goed gedaan met je of zo. Maar hij zou in ieder geval enorm van genieten. En ja, net zoals wij ook elke dag genieten. Train, you were leaving, you were leaving.